Hoe kun je koeien selectief droogzetten op de juiste manier? Dierenarts Martijn Verkleij bezoekt melkveehouder Martijn Riesebos hier in het Overijsselse Mastenbroek. Toen ik eraan begon, toen het hele selectieve droogzetten een beetje kwam opzetten, was ik er redelijk sceptisch over. Zelf slechte ervaring mee gehad, weer teruggegaan, toch meer antibiotica. Het verschil zit in de kleine details. Als je een paar kleine dingen verandert, en dat had vooral met hygiëne te maken, kun je best hele goede resultaten halen. Nou, we gaan nu de koe droogzetten met Orbisil. Een sealer is dat. En het idee van die sealer is dat de keratineprop die als normaal vanuit de natuur van de koe zelf al in de speen gevormd wordt om die na te bootsen. En dat staat er valt ermee dat hygiënisch gebeurt. De laatste melkrestjes eruit. Tepelpuntje schoonmaken. Zo de speen vast. Pakken we de tube. Dan brengen we de tube in het gaatje. Ik knijp hem leeg en je voelt dat er onder in de speen een prop ontstaat. Verkleij legt uit wat de meest gemaakte fouten zijn en hoe het wel moet. Ik denk de grootste fout is dat veel mensen beginnen met nadenken over het droogzetten of de handeling van het droogzetten op het moment op de dag dat de koe droog gaat. Wat we geleerd hebben met selectief droogzetten is dat het heel belangrijk is dat een koe van de melk af is, dus maximaal ongeveer 12 liter per dag nog geeft. En soms moet je er echt actief aan werken. Ja, wat belangrijk is dat je de koe gaat voorbereiden. Dat betekent op tijd van de brok af. Als ze dan nog te veel melk geven, dan ga je bijvoorbeeld het droogstandsrantsoen al de week voor het droogzetten aan de koe geven. Nou, en dan heb je op de dag van droogzetten de keuze wel of geen antibioticum. En die maak je eigenlijk op basis van celgetal. En de keuze wel of geen sealer erin, dat maak je als veehouder ook zelf. Ik denk dat elke koe in principe gebaat is bij het toedienen van een sealer. Maar veel mensen zijn er toch huiverig voor. En bij twijfel kan je kijken naar je resultaten. De droogstandsevaluatie in de melkcontrole pakken wij er heel vaak bij. Dat kan een veehouder zelf ook inzien. Handschoenen aan, 1 ontsmettingsdoekje per speen, speen voor speen. Het slotgat, het tepelkanaal goed dichtknijpen, dat die sealer onder in de speen blijft zitten. En dan inbrengen. En dan merk je vanzelf dat er een prop ontstaat onder in de speen. En op dat moment, toen ik het volgens het boekje die koe had drooggezet, trok ik de eerste straal melk eruit en toen kwam die sealer er gewoon heel mooi, kwam weer uit die speen. Toen dacht ik, hey, zo hoort het dus. Als je het op de goede manier doet, dan werkt het dus ook.